Hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Dinsdag. En het is 7 mei. En het is 10:35. Dat ik wens jullie allemaal eerst natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ja. Rebecca is boven bezig. Ik krijg vanmiddag dus bezoek, visite, uit Den Haag vandaan. Nee, niet Karin en Roderick, maar wel Roderick zijn ouders. Dus ja, we zullen het beleven hoe dat vanmiddag gaat. Gezellig lijkt mij, maar ja, dat komt allemaal wel goed. Hun willen thee, ik wil koffie. Dus het komt ook allemaal goed, hè? Ja, kerel. Hé? Ja, kerel, wat is er dan? Heel goeie dikke doosje, hè? Hij is ook zo lief. Ja, hij is ook zo lief. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Het is hier trouwens triest, grijs. Ja, niet leuk. Gisteren was het beter. Het is ook koud. En vanmiddag wordt er gezegd via buienradar dat we regen krijgen, althans motregen. Dus ook dat wachten we maar af en we wonen hier aan de kust. De meester drijft ons voorbij. Maar oké, de diertjes zijn lekker binnen. Die willen ook niet eens naar buiten. Juist, Frodo is net buiten geweest. Maar rap weer naar binnen, dus ja, het is gewoon koud. Ja, niet lekker. Maar geniet in ieder geval. Dat ga ik ook doen. Ze zeggen tot later. Nou ja, Rebecca die is weer weg. De boel is hier ook netjes aan kant. Ik ben even bewijsstukken aan het opzoeken. Om die iemand even te laten zien. Ik zit nou te wachten. Ik denk dat ze 11:45 hier wel zullen wezen. Op de ouders van Roderick. Nou ja, alles is netjes. Dus ja, ze kunnen komen hoor. En ik ben gastvrij. Ja. En dat weet iedereen trouwens. Ja, iedereen weet dat ik gastvrij ben. En Rebecca, voordat je onderzettetjes opruimen. Als je klaar bent met je thee. Zo. Maar in ieder geval, het is hier netjes, boven is het netjes en het komt allemaal goed. Mijn koppie staat hier nog. Ja, ik drink toch koffie. Ik moet geen thee. Nee, ik moet geen thee. Ik bekleed dat bubbelt een beetje. En stoel het dan te strak er tegenaan en dat wil het al helemaal niet. Zo. Alles is dus in kannen en kruiken. Ja, ik vind het maar eigenlijk een vreemd gezegde. Jullie niet? Ja, maar in ieder geval. In kannen en kruiken, ja. Wat houdt dat in? In kannen en kruiken. Het slaat ergens nergens op, maar doet er niet toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Het is nog steeds triest en donker. En ja, er is niks aan. Echt niet. Maar ja, oké. Ik zou zeggen, geniet nog. En dat ga ik ook doen. En ik moet even dus nog wat opzoeken. En dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben niet weg geweest. Nee, ik was daar ook te moe voor. En daarbij kreeg ik weer bezoek. Dus ja, dat was Sandra, mijn andere begeleidster. Ik had er wel afgeappt, maar ik heb er ook weer geappt. Van, bezoek is alweer weg, dus als je al nog wilt, kun je wel komen. Ik denk, dan heb ik vanavond lekker rust. Ja, want anders had ze vanavond gekomen. En ik denk, ja, hallo. Ik denk alles maar in één keer achter elkaar weg. En ik ben met een plaatje bezig, dus ja. En Frodo is nou lekker even buiten. En ik heb ook te weinig in mijn accu's om te gaan toeren. Dan alleen nog maar in de stad. Ik denk, nou ja, het komt wel. Want ik wil hem leeg rijden, want omdat hij gisteren helemaal na is gekeken. En ik wel goede accu's heb, maar dat hij niet goed vast zaten. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dus dan wil ik hem goed leeg rijden, dan op laten laden en dan weer leeg laten rijden totdat hij goed met power komt. Ja, maar oké, maakt verder niet uit. Misschien dat ik morgen wel weg ga, ik weet het niet.
dan moeten we nog wat boodschapjes gedaan worden ook, uiteraard. En ik kreeg een bericht van Karin binnen. Ja, ik hou mijn mond maar. Ik moet ze zelf maar eerst vertellen. Voordat ik mijn mond voorbij praat. Ja, ze gaat dat zelf denk ik wel melden aan jullie. Op wat voor manier dan ook. En dan hou ik mijn mond even over dicht. Ja. Ik vind dat aan haar. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles nog. Ik ga verder met het plaatje. En dan komt het ook wel goed. En ik moet even kijken wat Frodo aan het doen is. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later en geniet van alles. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is inderdaad alweer avond, want het is 19:49. We lopen zachtjes aan de 8 uur toe. En we leven ook nog steeds op 7 mei. Ja, 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 ja. En wat voor dag is vandaag, Frodo? Dinsdag, hè? Ja, dinsdag. Klopt helemaal. Dus morgen houd de zaag bij de hand om 12 uur morgenmiddag. Want er wordt de week doormiddag gezaagd. Ja, dus let daar goed op, hè? Zeker te weten. Maar voor nu wens ik jullie allemaal een hele goede, fijne, liefdevolle avond toe. En voor later natuurlijk wel trusten en lekker slapen. En morgen gezond weer op. En dan zeg ik ook nog eens een keer graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen doei doei!